Ja, dames en heren, nou eventjes heel wat anders. Want we hebben niet alleen een instant concert, maar we hebben ook nog instant fairy cocktails. Allemaal sprookjes in één grote medley gedaan. Ik denk dat het ongeveer ook 30 zijn. En wij wilden eigenlijk niet alleen muziek in een ander jasje stoppen, maar wij wilden ook graag verhaallijnen, sprookjes, mooie vertellingen in één grote mooie medley stoppen. Dus ik heb hierachter gevraagd, schrijf nou eens een mooi sprookje op wat jullie graag zouden willen doen. Nou, ik kreeg allemaal verschillende aanmeldingen en er kwamen er niet aan uit. Dus ik heb ze gewoon maar achter elkaar gezet, helemaal door elkaar gegooid. En kijk maar wat je ervan maakt. Misschien is er wel vandaag een heel nieuw prachtig sprookje geboren. We zouden dat eigenlijk doen met een fantastisch leuke verteller. Maar die werd ziek op het laatste moment. Nou, ik dacht dat is geen probleem, want Marjolein die valt wel vaker in. Dus ik dacht, Marjolein, die kan dat mooi doen. Helaas, die vlieger ging niet op. Marjolein zegt, ik vervang jou altijd wanneer je maar wilt, maar alleen als dirigent. Nou, ik dacht, weet je wat, dan laten we dat doen. Het is toch de laatste keer dat ze hier bij ons is. Laten we dan nog één keer van Marjolein als dirigent genieten vandaag. Mag ik uw aandacht voor Marjolein Vermeer met het. Ja, en ik ga even hier staan. Ik hoop dat iedereen mij kan zien. Want het verhaal moest dus, zoals gezegd, uitgebeeld worden. En ik dacht, ach, waarom ook niet? Het is tenslotte bijna carnaval. Ik kreeg ook voor Joker staan in het begin van het seizoen. En dat is niet erg. Dus, dames en heren. Wij brengen u in een cocktail een mooi sprookje van een prinsesje dat het soms moeilijk heeft. De mooiste van het land was. Maar volgens haar spiegel was dus Sneeuwwitje. Mooier dan de koningin. En deze besloot maatregelen te nemen. En ontbood de opperhof
Jäger. De zogeheten Jägermeister. Zij gelasten hem dus het prinsesje te vermoorden. En hoezeer ook de Jägermeister. Protesteerde. Hij moest de wandaad begaan. Bevel is bevel. Hij nam haar op een mooie lentedag mee het bos in. Sneeuwwitje. Sneeuwwitje ging dus mee het bos in met de jager. En wie kwamen ze daar tegen? Juist, de boezemwolf. Zag dat de wolf iets onaardigs van plan was. En hij schreeuwde om hulp. De jager kwam aangesteld. De boze wolf als meer terroristen eigenlijk een hele brave huisvader was, koos het hazenpad. Assenpoester. Hoorde de klok 12 slaan. Twaalf. Zij haasten zich de trap af. De trap af. De knappe, charmante, hoffelijke prins. Wilde graag eens nader kennis met haar maken. Grapjes maken maar mee over. De prins holde achter haar aan en gleed uit de trap af. Door de schok van de trapval schoot het stukje appel dus weer uit het keelgat van de prinsesje. En toen bovendien ook nog het glazen muiltje bleek te passen, toen kwam alles weer heel gauw in orde. En ze leefde nog lang en geduldig.